In het Visserijmuseum in Breskes verzamelen ze botten van een mammoet. Kikker TV hielp met puzzelen. En wat is jullie functie hier? Nou, wij werken hier deze winter als vrijwilliger aan de fossiele beenderen. Daarvan liggen er ruim 100 in een loods. En die zijn verwaarloosd en hebben nog geen naam. En die hebben wij van naam voorzien. En waarom zijn jullie zo geïnteresseerd in botten onderzoeken? Nou, ik ben zelf verzamelaar van fossiele botten en fossiele schelpen. En het is Betty Ras ook. En daarom was het idee van Betty Ras om hier en daar wat te inventariseren bij de zogenaamde vergeten botten. Want daar had het nu zo'n beetje over in het depot van het museum. Die zijn eigenlijk een beetje vergeten. En jullie onderzoeken alleen van de mammoet of nog meer botten? Nou, er stonden kratten vol botten en we zijn gewoon aan het begin begonnen bij de eerste krat. En dan kom je dus paarden tegen, wolharige neushoorns, reuzenherten, eland, wat hadden we nog meer? Op een gegeven moment Steppenwiesent. Grotteleeuw, ja. Ja, grotteleeuw. Ja, dus je moet eigenlijk van dier naar dier switchen en ook van tijd naar tijd. Want er waren ook miocene walvissen, veel ouder dan de mammoet. Dus ja, het is gewoon puzzelen. En hoe moeilijk is het om te weten van wat voor dier het is? Nou, het ligt natuurlijk aan de grootte van het dier. Als je natuurlijk een opperarmbeen van de hond hebt. Of van een mammoet. Die lijken wel op elkaar. Alleen afmetingen zijn natuurlijk van bij een mammoet 20 keer zo groot. Dus aan de hand daarvan kan je al een beetje een idee vormen welk dier het geweest is. Wat is dit voor bot? Nou, bij dit bot zagen we wel meteen van, oh, dat is een rib. En dan moet je er nog uit zien te komen. Is het een linkerrib of is het een rechterrib? En wat hebben we nog nodig voor de muurmammoet? En we hadden ook gezien dat dit een voorste rib moet zijn, want die is van onderen heel breed. Toen zagen we dat dat ook hier aanpast aan deze muurmammoet. Alleen zou het schouderblad dan iets moeten opschuiven, want ja, op een gegeven moment heeft iemand het schouderblad gemonteerd. En deze hoort hier eigenlijk zo onder en achter. Maar ja, dan moet dit geheel eigenlijk naar voren toe. Wat zijn er voor botjes en waar zitten ze precies? Dat zijn twee middenhandsbeentjes en die zitten in de hand of in de voorpoot van de mammoet. Dat is de vijfde en dat is de vierde. Hier komen dan nog de phalangen aan, de teenkootjes zogezegd. En die gaan we dan nu monteren.